In deze video vertel ik je precies wat een ringdeurbel is en welke verschillende opties er allemaal zijn. Met de ringdeurbel zie je precies wie er voor je deur staat en via de app op je smartphone communiceer je met je bezoekers. De voordelen van een ringdeurbel, behalve natuurlijk precies kunnen zien wie er bij je voor de deur staat, zijn dat je haarscherp beeld hebt, je kunt bewegingsmeldingen krijgen, met één druk op de knop kun je makkelijk een videoopname maken, je hebt een hele brede kijkhoek, dus je hebt ook echt goed overzicht van je omgeving. En eventueel zijn er nog heel veel opties voor uitbreidingsmogelijkheden om je omgeving nog beter in de gaten te houden. De deurbellen maken gebruik van wifi, dus je koppelt ze aan het wifi-netwerk in huis en daarna installeer je de gratis Ring-app op je smartphone of tablet. Daarna krijg je dus elke keer als er wordt aangebeld of als er bewegingdetectie is, een push-notificatie op je telefoon. Ben je niet thuis, dan kan je makkelijk communiceren via de app of een video opnemen. Er zijn natuurlijk meerdere ringdeurbellen en het grootste verschil is, wil je gaan voor een draadloze ringdeurbel of een bedraden. Bij bedraden deurbellen heb je de keuze uit de Wired, de Gen 2 of de Pro. Nou, de Wired, die naam zegt het eigenlijk al, die kan je alleen maar aansluiten op de bestaande bedrading in je huis. De Gen 2 die kan je zowel bedraad als draadloos aansluiten en die heeft een HD beeldkwaliteit. En dan de Pro, die heeft nog een scherpere HD plus beeldkwaliteit, aanpasbare bewegingszones, een vogelperspectief en 3D bewegingsdetectie. En als je toch liever gaat voor een draadloze ringdeurbel heb je ook weer drie keuzes. De Gen 2, de Plus en de Pro. Nou, bij die Gen 2 daar heb ik het natuurlijk al over gehad. Daar heb je dus full HD beeldkwaliteit. En je kan hem dus bedraad en draadloos aansluiten. Dan de Plus krijg je de scherpere HD Plus beeldkwaliteit en aanpasbare bewegingszones. En voor de Pro heb je dus ook die scherpere HD Plus kwaliteit, aanpasbare bewegingszones, maar ook weer die vogelperspectief en de 3D bewegingsdetectie. Een ringdeurbel biedt dus veel verschillende mogelijkheden. Je ziet via de app op je smartphone precies wie er voor je deur staat, dus je hoeft niet altijd meteen naar de deur toe te gaan. En je kunt dan via de app laten weten dat je er aankomt of dat ze het pakketje alvast neer mogen zetten of dat je natuurlijk helemaal niet thuis bent. En je kunt natuurlijk ook, als je dat op het moment fijner vindt, je bezoekers vriendelijk verzoeken om weg te gaan. En heb je nou meerdere ringproducten in huis, dus naast de deurbel bijvoorbeeld ook een beveiligingscamera, dan zie je dat allemaal makkelijk in dezelfde app en kan je alle producten een individuele naam geven en makkelijk alle beelden op één plek bekijken. Zodra er iemand op de knop drukt van jouw ring, krijg je natuurlijk een pushbericht op je smartphone. Maar wil je nou ook graag een geluid horen in huis, dan heb je twee verschillende opties. Voor draadloze ringdeurbellen zul je gebruik moeten maken van de Ring Chime. Dat is een ontvanger die in het stopcontact doet, zodat hij een geluidje afspeelt als er wordt aangebeld. En voor bedraden ringdeurbellen sluit je ze natuurlijk gewoon aan op de bestaande bedrading in huis, maar daar is wel enige technische kennis voor vereist. Je gebruikt je ringdeurbel gewoon prima zonder Ring Protect abonnement, maar voor sommige extra functies heb je dat wel nodig. Wil je bijvoorbeeld video's terugkijken en kunnen opslaan, dan betaal je €3,99 per maand of €39,99 per jaar. Je krijgt dan ook persoonsdetectie, dus dat wil zeggen dat je alleen nog maar push-notificatie krijgt als er echt een persoon voor de deur staat en niet elke keer als er een dier of voertuig langskomt.